Ik leer heel veel van de training geven en ook dingen die ik zelfs buiten de training en buiten de sport kan gebruiken. Aan het begin van het seizoen heb je 12, 13 jongens en het leuke is dan om er een team van te maken, afspraken te maken en dan langzaam maar zeker als team steeds sterker te worden. Wat ik vooral leuk vind is dat je een relatie met een speler of een kind kan gaan opbouwen op een langere periode. Ja, het leuke van coachen is dat je met een team bezig bent en dat je probeert het team sterker te maken. Het is heel leuk om te zien als coach als je team steeds beter gaat presteren. En door de prestaties wordt de teamspirit hechter. Dat is heel leuk om ook als coach daar onderdeel van te zijn. Wat ik mooi vind is als je de kids ziet spelen en ze gebruiken de tips die je hebben gegeven en ze werken ook. Dat is hartstikke leuk. Wat ik vooral lastig vind is de balans vinden tussen kritiek geven en blijven positief zijn tegenover een speler. Dat is echt lastig. Nu dat ik werk met kids, is het hartstikke leuk om mijn ervaringen met hen te delen en mijn passie aan hen te geven. Wat ik heel leuk vind aan waterpolo training geven, is vooral dat ik de kinderen zie groeien. Dus elke keer als je ze training geeft, je ziet ze dingen doen tijdens wedstrijden die je in training hebt geleerd. En dat is persoonlijk voor mij echt heel leuk om te zien natuurlijk. Ik vind het soms moeilijk om ook streng te zijn tegen kinderen, omdat je ook wel ziet dat ze keihard hun best doen. De trainingen, sommige zijn heel goed, sommige zijn wat minder en het niveau daarin, je wil iedereen beter maken en je gaat je toch snel focussen op de wat slechtere kinderen, waardoor de betere eigenlijk stoppen in hun ontwikkeling en het juist heel saai vinden. Het lesgeven aan kids is hartstikke leuk en het geeft heel veel voldoening. En we proberen altijd de nadruk te leggen, probeer elkaar nou positief te coachen. En je moet accepteren dat je medespelers fouten kunnen maken. Ik raad meerdere ouders aan om ook training te gaan geven, omdat dat gewoon een heel goed gevoel geeft en het hartstikke leuk is.